Is er nog een boek van vroeger die hierin staat? Ja, als klein jongetje heb ik dus dit boek gekregen en daar was ik heel erg door gefascineerd. En dat is niet een heel spannend leesboek, het is een boek met vlaggen. En ik weet niet waarom, maar ik was vroeger al geïntrigeerd door, gewoon ik vond reizen al heel erg leuk. Dit is een boek dus met alle vlaggen van de hele wereld. En toen ging ik er gewoon naar kijken en proberen uit mijn hoofd te leren. En ik vond altijd die plaatjes die erop staan altijd heel tof. Soms staan er ineens hier van die olifanten op, of een boom, of een denk ster. Denk je dat je ze nu allemaal uit je hoofd weet? Nou, niet allemaal, maar ik ken er wel een hoop uit mijn hoofd hoor, qua vlaggen. Maar ik, ja, denk het wel. Welke is deze? Nou, ik denk Amerika. En die? Die is wel moeilijk. Die durf ik niet te zeggen. Ja, maar dit was dus, ja, hier kon ik uren naar kijken. En deze ook heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja. Maar nou, je hebt de vlag van Nederland en Luxemburg, die lijken echt bizar veel op elkaar. En er zijn nog meer van die vlaggen dat je het echt niet uit elkaar kan halen. Maar ga je dan echt zo van, oké, dit is dit land en dit is... Ja, volgens mij wel, ja. Ging ik het echt oefenen. Echt oefenen. Cool.